ook al een kleine kring gevierd dit jaar. Helaas door COVID heel beperkt, maar we hebben het uiteraard gevierd met de collega's. In 1966 hadden we de eerste gasvlam in Marklauw. En er gaat nog een verhaal rond dat men toch niet helemaal zeker was of die gasleiding zou branden op het moment dat de vlam aangestoken moest worden. Ik zie al een leider wel lachen. Het verhaal gaat dat men voor de zekerheid toch maar even een gasfles ingegraven had, zodat ze zeker wisten dat dat zou lukken. Wat houdt deze expositie in? Ja, we zijn in het Huis van Katoen en Nu en we hebben hier net de expositie geopend van Turf tot Waterstof, Kogas 55 jaar vol energie. En hier is van alles te zien over de geschiedenis van energie in het algemeen en die van Kogas in het bijzonder. Juist, en kan je een klein beetje vertellen wat er zoal te zien is? Ja, we laten hier iets zien over hoe wij vroeger hebben gewerkt. En dan kan je bijvoorbeeld onze oude materialen zien, oude gasleidingen, oude gasmeters, echt van alles. Maar we laten ook zien hoe we nu werken. Dus je ziet hier ook hoe er nu wordt gewerkt aan gas, aan elektriciteit en ook aan duurzame energie. En er is ook nog wat te doen. Je kan het Kogas ganzenbord spelen en je kan op de foto in een Kogasbus. Kogas, 55 jaar. Wat betekent dat voor u en voor Almelo? Ja, dat betekent denk ik dat we 55 jaar de netbeheerder zijn voor gas en elektriciteit. Niet alleen in Almelo, maar in 9 Twentse gemeenten. 55 jaar geleden is dat helemaal anders geworden. Waardoor jullie ook nu spreken van Kogas 55 jaar. En want daarvoor was natuurlijk ook al energielevering. Ja. En kan u er iets over zeggen wat wij hier vandaag kunnen verwachten? Ja, eigenlijk is dit de expositie die laat zien hoe Kogas is ontstaan. Voortgekomen uit de gemeentelijke energiebedrijven van onze 9 gemeenten. En toen kwam het Gronings aardgas, midden jaren 60. En dat was de trigger om te gaan samenwerken in één regionaal netwerkbedrijf. En destijds leverden wij ook nog het gas en de elektriciteit. En dat is later is dat overgegaan naar de markt. Dus nu zijn we echt de netbeheerder. Ja, want het Gronings aardgas dat gaat verdwijnen. Maar ik hoorde u zo even zeggen dat in Almelo nog steeds aardgas geleverd gaat worden. Hoe denkt u dat te realiseren? Ja, het Groningsgas houdt op. Dat staat buiten kijf. Dat is ook een politiek besluit. Het aardgas op zich gaat voorlopig nog niet stoppen. We hebben veel behoefte nog aan buitenlands gas de komende jaren. Maar wij hopen dat dat vervangen kan worden door gasnetten waar we uiteindelijk groen gas door laten stromen. Dus gemaakt uit biogas. En op de nog wat langere termijn waterstofgas. En we zorgen dat onze netten die we nu saneren of moeten vervangen, dat die ook geschikt zijn voor die nieuwe gassen. Yes. En daarnaast natuurlijk de elektriciteitskant. Waar het kan, kun je op elektriciteit verwarmen. Dat kan ook niet overal. Dus de derde variant zal zijn warmtenetten. Juist, vandaar ook de titel van deze expositie. Van turf tot waterstof. En die waterstofleveranties staan nog in de kinderschoenen of is dat al in een verder gevorderd stadium? Ja, nee, dat is echt nog in de kinderschoenen. Wij verwachten vanaf 2028, 2030, dan verwachten we dat waterstof echt een grotere rol gaat spelen. En we hebben net op de vliegbasis in Twente hebben we een klein experiment gestart om ervaring op te doen met waterstofnetten. En die zijn positief? Die moeten nog aangelegd worden. We hebben net de handtekening gezet.